Ja, dat klopt. Het was zondag, eerste Pinksterdag. En ik had ruzie gekregen met mijn ouders thuis. Dus ik wou eigenlijk weg van huis, want ja, ik voelde me er gewoon echt niet fijn. En ik kon er gewoon echt niet zijn, dus. Ik ben het bos in gefietst. Na ongeveer 20 minuten heb ik mijn fiets langs de rand van het bos gezet. Geparkeerd, gewoon de fiets op slot gezet. En ik was nog nooit eerder in dit gedeelte van het bos geweest, maar meestal vind ik de weg wel terug, dus ik maakte me daar niet echt zorgen over. Ik denk dat ik ongeveer een kwartier heb gewandeld totdat ik een rustige plek heb gevonden. Het was namelijk Pinksteren en het was nogal druk in het bos. Dus vandaar dat ik zo diep in het bos was gegaan. Ik ben daar onder een boom gaan zitten. Gewoon een beetje lezen, muziek luisteren. Niet gooien, hè? Ga jij hem er eens in dan? Alsjeblieft. Ah, ja, dat is wel zo. En dan maak ik die tweede tent. Tweede tent? Ja, je zou toch een tent meenemen? Sinds wanneer moest ik nou weer een tent meenemen dan? Nou, ik zei dat ik mijn eigen tent mee zou nemen. Nee, dat heb je niet gezegd. Je zei, ik neem een tent voor ons mee. Ik heb nooit voor ons gehad, meneer. Nou, volgens mij heb ik heel goed kunnen lezen. Maar ik ga hier niet in de open lucht lopen slapen. Ik ga gewoon in de tent lopen slapen. Dan heb je geen tent meegenomen dan? Ja, volgens mij omdat jij dat hebt gezegd. Nee. Geen zorgen, je hoeft geen tent meer mee te nemen hoor. Ja, ik weet niet wat jij hebt leren lezen, maar heb ik niet gestuurd, sorry. Ja, ik ga hier niet in de open lucht slapen. En ik ga ook echt niet 5 kilometer terug naar huis fietsen, deze fucking hitte, en dan terugkomen met een tent in mijn handen. Ja. Ja. Ja, dan mag je dat geniepige glimlachje wel even van je gezicht afwrijven. Ik kan gewoon inleven. Ja. Het is ook nooit goed met jou, man. Tik toch op, man. Hallo? Hallo? Het was best wel ver lopen. Ik ben ongeveer 20 minuten diep het bos ingelopen tot ik echt rustige plek had. En toen ben ik daar gaan zitten onder een boom. Ik had wel expres het bereik van mijn telefoon uitgezet, zodat ik niet kon worden lastiggevallen door mijn ouders. Na 1,5 uur, ik denk dat het rond 4:30 was, hoorde ik opeens iets heel raars. Ik had echt geen idee. Het is onbeschrijfelijk. Het was een soort hoge piep. Dus ik besloot te gaan kijken waar het geluid vandaan kwam. Marcus! Hé, hey, moet je kijken. Hé! Hey. Hé, hey, hoe gaat het met onze grote vriendin? Hallo.
Oh, ben je een beetje sip? Moet ik je opvrolijken met een grapje? Ja. Nou, waarmee verven ze lesbiennes? Vingerverf. Ja. Vingerverf. Begrijp je? Ja, zo. Ja, de vingers. Ja? Dan heb ik er nog wel één hoor. Ook even denken. Even in de pot graaien om te kijken van welke ik dat nu ga zeggen. Ik heb nog wel. Hoe gaat hij nou weer? Oh ja, hoe noem je een heel rijke lesbienne? Een spaarpot. Oh. Oh, kan je niet echt een grapje? Ah, oh, kom op. Wat doe je hier? Ja, een betere vraag is, wat de fuck doe jij hier met dat schedel? Weet ik veel. Ik hoorde iets en ik dacht... En sindsdien heb ik hem niet meer gezien. Ik weet niet of het mijn schuld is of dat het door mij komt, maar... Ik had het anders moeten doen. I've been having dreams, splashing in the summer street, tripping, I fall in, I wanted it to happen. Turns to ice, crushing weight of paradise, solid block of gold.